Voor de 24ste keer, dames en heren. Well done, IJsbrand Chardon. Het is vierspanner IJsbrand Chardon weer gelukt. Tijdens Outdoor Brabant werd hij voor de 24ste keer Nederlands kampioen. Als hij 24 keer Nederlands kampioen wordt in zo'n sterk menland als Nederland. Theo Timmermans die gewoon vierde wordt op de WK, Koos de Honden bij de beste zes. Dus we hebben eigenlijk gewoon een topnatie in menssport. En als je daar dan 24 keer Nederlands kampioen wordt, ben ik echt trots op. Beschrijf de wedstrijd eens. Ja, dit was natuurlijk een hele spannende wedstrijd. Kijk, Theo Timmermans zit in een flow. Hij rijdt ongelooflijk goed WK. Komt hij ook met een hele hoge score van 38. Hij zat voor me. Nou, dan weet je dat je zeker die score moet benaderen. Want hij rijdt ook een goede marathon. En in de vaardigheidsproef is hij dit jaar een van de sterkste. Hij rijdt gewoon constant nul. Dus ik wist gewoon dat ik in de marathon ontzettend veel gas moet geven om toch een bal voorsprong te krijgen. Want je kan altijd de pechbal krijgen. Nou, je hebt het vandaag gezien. Ik had hem dus. En daar heb ik ontzettend hard mijn best voor gedaan, hard voor gereden. En dan zie je eigenlijk dat ik met 5 punten voorsprong uit de marathon kom. Ja, en dan ga je natuurlijk vrij riant natuurlijk toch de vaardigheidsproef in. Want ja, dat is eigenlijk mijn sterkste onderdeel op het moment dat het echt spannend wordt. Ja, dat ik goed met druk om kan gaan, dat ik goed scherp ben. Je ziet dat ik maak op 13 een fout. Dat was absoluut niet de bedoeling, want mijn paarden waren top vandaag. Was echt zelf onoplettendheid net iets te makkelijk ingestuurd. Ja, de bal gaat. Ja, dan denk ik... Dan slik je het toch even, want er mag geen tweede gaan. Ja, en dan rij je natuurlijk die 7 poorten. Ja, kom je niet eens meer in de buurt van de bal. En dat geeft je zo'n ongelofelijke kick. Zo'n gevoel van, als het moet, rijd ik gewoon nul. En ja, dat moet ik gewoon lang vasthouden, dat gevoel. Ben je toch een beetje opgelucht nu dan? Ja, ik ben opgelucht. In eerste plaats begonnen we dit jaar heel slecht. Slechte wedstrijden gereden. Het zat steeds niet mee. Steeds met paarden moeten wisselen. Weer terug moeten wisselen met de WK. Een week voor de WK valt er weer een paard uit. Dus ongelooflijk veel pech gehad. Dan word je derde op de WK. Daar was ik eigenlijk zeer tevreden mee. Hoe raar dat ook klinkt, want wij gingen absoluut voor de wereldtitel. Dan weer het CIO Breda. Je wordt Nederlands kampioen. Dat maakt natuurlijk toch wel heel veel goed. En zoals ik deze wedstrijd gereden heb, sterk op alle 3 de onderdelen. Ja, dat geeft me een geweldig gevoel voor over 2 jaar in Normandië. Tijdens Outdoor Brabant was er ook succes voor de Nederlandse Paramen-equipe. Met het team behaalden zij goud. Individueel was er zilver voor Jacques Poppen en Jan Ranzijn behaalde brons. En een tandje erbij voor Jan Ranzijn.